U bent sinds mei van dit jaar gezinsouder. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat de kinderen bij mij komen wonen en dat ik hun zo normaal mogelijk leven aan probeer te bieden. Welke kinderen krijgt u onder uw hoede? Kinderen die niet of tijdelijk niet thuis kunnen wonen en die net even dat stukje extra nodig hebben. Hoe krijgt u de kinderen? Ik werk samen met een zorgaanbieder en die kijken of er een match is met mij in het gezinshuis en het kind. Over welke eigenschappen moet iemand als gezinsouder beschikken? Ik denk dat je goed in balans moet staan met jezelf en dat je vanuit je eigen kracht moet gaan werken. Welke opleiding heeft u zelf genoten? Ik heb sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan aan het Saxion. Kunt u een dag beschrijven voor de kinderen, in het kort? Ja, die is eigenlijk wel standaard zoals elk kind denk ik hem heeft. Wakker worden, naar school gaan, eventueel clubs. En in de weekenden hebben we een andere dagbesteding, zoals een uitje of naar de bieb. Heeft u nog dromen of wensen voor de nabije of verdere toekomst? Ik hoop uiteindelijk een boerderijtje te hebben waar ik ruimte heb voor een moestuintje, een trampoline in de tuin en een bokje schaapjes. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.